Oh, dit is alweer de laatste vlog. Wat jammer, maar gelukkig, we gaan oogsten. Oogsten, betekent dat? Nou, dat is het binnenhalen van het eten dat je verbouwd hebt op de akker of in de moestuin. En op grote boerderijen wordt vaak alles in één keer geoogst. Alle aardappels in één keer, alle maïs in één keer of alle ertjes in één keer. En dan gaat het naar de supermarkt of soms staan er zelfs grote fabrieken naast de akker en dan wordt alles meteen ingeblikt. En dan is het eigenlijk ook hartstikke vers. En het leuke van een moestuin is dat je natuurlijk kan oogsten op het moment dat je wil eten. En dat gaan we nu ook doen. En als je oogst en het meteen opeet of 's avonds opeet, dan is het nog lekker knapperig en lekker vers en zit er extra veel smaak aan. En gelukkig is niet alles precies tegelijkertijd klaar. Bijvoorbeeld onze tomatenplanten hebben nog niet eens bloemetjes, dus het zal nog echt wel even duren voordat de tomaatjes aan zitten. Ik denk dat het bij jullie ook zo is. Maar sommige dingen zijn al klaar om te oogsten, dus we gaan lekker eten. Kijk, deze sla ziet er al prachtig uit. Ik krijg mijn één krop oogsten. Ga ik lekker een lunch van maken voor mijn collega's. Blaadjes van Oost-Indische kers zijn lekker pittig. Dus ik oogst er een paar en die meng ik dan door de salade. Beetje de versere blaadjes, een soort radijs. Kijk, de tuinbonen. Ik ben niet echt tevreden over het resultaat. Er zaten heel veel luizen op. Kijk, deze tuinbonenplant, niet heel veel tuinbonen. Misschien gaat het bij jullie beter, maar goed, een paar joekels toch? Dus ik ga er lekker een paar oogsten en doe ik ze door de salade. Van sommige planten hoef je niet meteen de hele plant te oogsten, maar kan je stukje bij beetje oogsten. Bijvoorbeeld bij snijbiet, daar oogst je eerst de buitenste bladeren. Die kan je dan al opeten en van binnen groeit die dan verder. Kijk, het hart van de plant is zeg maar de groeimotor. Daar ontstaan de hele tijd nieuwe blaadjes. Kijk, hier zie je het jongste blad. Dus zolang je daar niet aan zit, blijft hij nog een hele tijd doorgroeien. Nou, we hebben hem nu al flink laten groeien. En we gaan gewoon de buitenste bladeren oogsten. En dan kan de rest van de plant nog een beetje doorgroeien. En dan kunnen we er nog meer van eten. Bij de courgetteplant is dat ook zo. Je hoeft niet in één keer de hele plant op te eten. Je kan courgette voor courgette oogsten. En het is eigenlijk heel goed om te oogsten, want dan geeft de plant meer energie aan de volgende courgette om groot te worden. En kijk, zoals groot als ze nu zijn, ik zal er even één afsnijden. Kijk, zo zitten ze boordevol smaak. Nou, zo klein zie je ze niet in de supermarkt. Hè. Je kan ze wel twee keer zo groot laten worden, maar oogst ze dan. En dan blijft de plant energie voor de andere courgettes die nu nog over zijn. En echt, op deze grootte zijn ze ook heerlijk. Ik denk dat ze even lekker op gaan bakken, heel kort. Ik zit hier nu bij de bietjes. Die wilde ik even aan jullie laten zien. Dit is een plant die je in één keer oogst. Het is nog niet klaar. Maar elke plant maakt één bietje. Nou, die haal je uit de grond of niet. En een bietje moet ongeveer zo groot zijn. Zo groot als je vuist, jouw vuist. Je haalt hem uit de grond als hij net een beetje boven de grond uitkomt. En ik graaf hem hier een beetje uit om te laten zien hoe ver die al is. Kijk. Nou, het is wel een pingpongballetje. We laten hem nog even in de grond zitten. Kijk nou naar mijn buit. Ik heb echt flink geoogst vandaag. Hopelijk gaan jullie ook al lekker oogsten. En jullie tuinieren nog even door, maar wij nemen afscheid van elkaar. Dit was de laatste vlog. Misschien zien we elkaar volgend jaar. En ik wil nog één ding even meegeven. Na het oogsten moet je even je spullen goed wassen, want je weet nooit wie er op je tuin gepoept heeft. En verder, eet smakelijk, maak maar lekker vieze handen. Doei!